Charles van Zichum. En ik ben Mali. En ik ben Roger van Zichum. Van Zichum. Ja. En gekke kleien al natuurlijk, maar dat is wel een beetje Erskine merk, al 30 jaar lang. 30 jaar geleden op de Mars begonnen, bij de boten van Stiphout. En aspiraten, en vandaar de naam Zichum. En Zichum heeft te maken met zeeschuim, ja. Zeeschuimer, piraat. En daar komt dat eigenlijk een beetje vandaan, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, gans vroeger inderdaad de boot en nu zit we in de zalen door gans Limburg, ja, Roger? Ja, gans Limburg. En natuurlijk ook Belgisch. En Kerkrooi. Ja. Ook dat. Ja. Ja. En... Dus verkosten door gans Limburg, dat vinden we heel erg chic, want we vinden het gewoon gezellig en leuk om de lui te amuseren. En, gewoon plezier te hebben en dat hebben we veel en dat hebben we lui, hoor. We hebben plezier met onszelf en met de lui. Ja, en het opsnijden, dat is een beetje het zeezout en de peper op ons leven. Peper in de vod. En zo komen we, we vinden het gewoon heel erg chic om op te treden. En ieder weekend stonden we paraat natuurlijk. En vooral in het vastlovend seizoen, vanaf 1 januari tot de vastlovend. Dan pakken we die zalen allemaal en dat is eigenlijk het allerleukste, de zittingen toch, hè? Ja, de zittingen zijn natuurlijk heel leuk. De boete is het ook heel erg leuk om op een proevende minder te treien. De 11 en de 11e, het keersconcert wat we doen. Ja, de zoepkool. Ja, we doen van alles eigenlijk. Ja. Dus neven de traditionele dingen met Sichum en carnavalseizoen, ja, doen we ook nevenactiviteiten, om het maar zo te zeggen. Ja, en het leuke is natuurlijk met onze live CD, wat we natuurlijk in de meulen hebben opgenomen. Ja. Helemaal meulen. En alle gekke dingen hebben we gedaan. Dat zei in de paper, dat waren ook die de stripverhalen die we hebben gemaakt. We hebben ook eens een tv-serie gemaakt. Dat ging over de Mars eigenlijk. Uiteraard pakt men dan Zichum daarvoor. De hele tv-serie op televisie is dat uitgezonden. Stripverhalen, wat hebben we nog? Ja, natuurlijk Rieu, ja. Oh, Rieu, ja. Ja, 2011. Dat vond ik wel echt heel erg ziek om dat te doen. Ja. 6 keer op de Friedhof gestaan. Ja. En natuurlijk Schulken op de DVD. Dat was natuurlijk wel een grote belevenis. Ja. Heel spannend. Ja. En dat is wat ze eigenlijk denk ik niet meer uitmaakt. Nee, dat denk ik ook. Dat is hier voor heel erg voor ja. 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 We hebben dus eigenlijk bijna alles gedaan. Bijna. Alleen mis ik nog, en dat is misschien een uitdaging voor de kieker, een tekenfilm. Oh ja, leuk. Dat had ik wel hier. En de stokjes in het spreken vind ik wel leuk. Dat is leuk. Dat was wel een leuke stem. Dat ken ik gewoon. Dat wist ik niet, heb ze niet gehuurd van mij. Ja, en we hopen nog een aantal jaren heel gezellig weer te gaan. En goed met de strijkjes. De basis is gelang met andere lui hier van de hirschige tijden gehad. En eerlijk gezegd, die tijden hebben we nu nog. Het is gewoon heel erg chic om met Sichum op te maken. Ik dank ik ook alle twee tot ik bij u mag zien. Ja, ik dank zich ook. Ja, dat is ook. Ik dank Roger ook. Ik ga het voor het opzicht van de leuke keers. Lui. Ja, nou, dat is echt passie. Een beetje romantiek, hè? Ja, ik wel. Een flesje wien erbij. Ja, dan wel. Dat wens ik. Oké, dan zeggen we dan hoi hoi! Hoi, hoi.